Wilco, net terug uit Valencia. Bijna wereldkampioen met Jorge Lorenzo. Nu de 17e Speedweek. Ben je er klaar voor? Ja, eigenlijk heel kort en heel duidelijk. Heel grote ja. Ja, de voorbereidingen zijn super gelopen. Het ging allemaal wat makkelijker. Ja, moet ik zeggen, dan vorig jaar. Ja, het is toch iedereen een beetje laat beslissen. En het was moeilijk om de mensen en de groep vol te krijgen. Maar ja, inmiddels zitten we toch weer met bijna 80 man onderweg straks naar Spanje. Dus ik ben er klaar voor. Oké, heb je nog wat bijzonders voor dit jaar, de 17e? Elk jaar is bijzonder, Bach, dat weet je zelf ook wel. Nooit gaat het hetzelfde. Natuurlijk hebben we wel heel veel dingen structureel op de rit staan. Maar elk jaar proberen we natuurlijk toch weer wat toe te voegen en met nieuwe ideeën te komen. Dus en ook dit jaar, alleen die ga ik natuurlijk nog niet verraden. Voorbereidingen, dus eigenlijk appeltje eitje inmiddels. We doen het natuurlijk 17 jaar, dus de werkplaats staat helemaal klaar. De motoren die worden morgenochtend vroeg uitgeladen als alle mensen arriveren op het circuit. En hopen we uiteraard op de zon. Straks nog even de deelnemers ophalen op het vliegveld en dan kunnen we los. Ja, eigenlijk wel. Dus voor die jongens is het natuurlijk een spannend moment. Ik bedoel, ze zullen allemaal wel een beetje de knoop in de maag hebben. Maar wij zijn er klaar voor. Welkom bij Meet Speed 2013. Welkom bij Meet Speed 2013. Oké, wij zijn er klaar voor. Van Dakar, here we come. Mijn naam is Margot en ik ben deze week met Bach TV Productions mee met de Speed Week van Wilco Zeelenberg. Het is de 17e editie in Almeria en er zijn veel deelnemers op afgekomen. Ik als niet-motorrijdster ga deze week kijken hoe de sfeer is op het circuit en onder de deelnemers. De deelnemers zijn aangekomen en we gaan van start met de Speed Week. Ons motto vandaag is, we komen vandaag op het circuit achter ons bureau vandaan. Ja, dus we moeten weer eventjes gereset worden. En dat heeft als je nog nooit op het circuit geweest bent, ben je daar geen probleem mee, want dan zit je toch in de langzamere groep en ga je dat opbouwen. Maar ook voor de jongens die al eerder zijn geweest, of nog niet zijn geweest, leer eerst weer de baan kennen en probeer even aan die snelheid te rennen. Voor het eerst mee met de Speed Week van Wilco. Mm-hmm. Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn mijn verwachtingen? Mijn verwachtingen zijn in ieder geval dat ik meer vertrouwen krijg in mezelf op hoge snelheden. Ik heb al aardig wat circuitdagen gedaan en het schijnt, zeggen de marshals, dat ik wel een allermooie techniek heb, maar dat ik vooral gas moet gaan durven geven. En ik denk dat daar voor mij de meeste winst valt te behalen. En ik rijd nu voor het eerst op een R6 ook, dus het is allemaal even nieuw voor mij dit jaar en even spannend. Maar ik heb heel veel zin in, het zonnetje schijnt, dus het kan eigenlijk niet mooier. En ik hoop gewoon ontzettend veel te leren, ook op techniek vlak, maar vooral ook op het gas durven geven. Patrick, jij bent voor het eerst mee deze week. Heb je er zin in? Absoluut, 100%. Echt. En wat zijn je verwachtingen? Heel veel te leren. Voor het eerst op het circuit sowieso. En dat is best spannend en een uitdaging. En ik hoop heel veel te leren gewoon. Heb je een paar doelen gesteld voor jezelf? Nee, helemaal niet. Gewoon lekker rondgaan. Glimmende kant boven houden, dat is het belangrijkste. Lijkt me ook wel heel verstandig. Ja, absoluut. Veel plezier zo. Dankjewel. Zo, we rijden weer.
Ja, we zijn weer begonnen. De 17e Meter Speed. Schitterend mooi weer. En alles is toch wel perfect gelopen. Maar jij in Spanje, wat vind je ervan zo? Zo'n Meet Speed? Ik vind het weer is mooi, het uitzicht is mooi. Ik vind het wel mooi om te zien hoeveel organisatie er eigenlijk aan vooraf gaat. Ja. Dat is wel bijzonder. Zo'n groot evenement eigenlijk wel. Ja. Dus dat alles hier al klaar staat en het hotel geregeld is. Ja, 75 deelnemers en we hebben één streven dat iedereen gewoon met een heel goed gevoel elke avond terug gaat naar het hotel. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Dat gaat zeker lukken. Ja. Ja, dat is een heel pittig baantje, maar wat is dit gaaf, zeg. Geweldig. Geen spijt dat je bent meegegaan? Nee. Geen moment. Maar het is wel opletten en op zich valt het mee, maar het is zo gaaf. Ja, een nieuwe baan voor mij en ik vond het best wel spannend. Er zitten een paar hele moeilijke bochten bij, dus dat was wel tricky. Ik moest echt mijn best doen. Heb je nu zin om weer de baan op te gaan of zie je er dan een beetje tegenop? Nee, ik heb wel zin, maar ook wel lekker dat ik even weer een pauze heb, zeg maar. Het is heel intensief. Even bijkomen nu. Ja, precies. Wat vond je van de baan? Hele gave baan. Ja. Voor mij echt helemaal leuk. Misschien niet helemaal gaar dat ik mijn doel ga bereiken, namelijk dat ik heel hard moet. Want het is niet een hele snelle baan. Het is niet met veel lange rechte stukken, maar het is heel technisch. Lekker ook met heuvels erin en dat vind ik fantastisch. Wat is je eerste reactie van deze dag? Ja, het was erg gezellig en leuk, want het is de eerste ervaring voor mij met een motor op circuit. Dus spannend. Morgen we gaan vieren, meer leren. Ik hoop dan worden sneller dan vandaag. Maar ik ben er blij mee. De eerste dag zit er alweer op, wat vond je ervan? Super. Leuk, veel ervaring gedaan. Dus wel naar mijn zin gehad. En hoe zie je de rest van de week voor je? Nou, elke dag wat een stukje bijleren. En kijken hoe je elke dag vordering maakt. Dus, en wat vind je van de uitleg? Goed. Een goede mars zelfs. En ze leggen eigenlijk alles goed uit. Rustig. En ze nemen echt de tijd voor je. Dus wat je net ziet ook. Wilco die legt even uit wat je houding moet zijn en alles. Dat was bij mij nog niet echt goed. Dus. Nou Wilco, we hebben dag 1 erop zitten. Hier van Almeria. En hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk zijn eerste dag gaat nooit vlekkeloos. Dat weet je zelf ja. ook. Maar we hebben wel denk ik flink wat werk verzet. Laten we het zo en daarop houden. Want er is ook nog een hoop werk aan de winkel. Dat moeten we ook. Iedereen is denk ik heel erg tevreden over zijn curve die ze aan het maken zijn. Ze beginnen het circuit te leren begrijpen. En dat was ook onze doelstelling. Ja, we hadden best vandaag een hoop coureurs die eigenlijk hier nog niet waren geweest. Sowieso weinig circuitervaring hadden. Lastig indelen. Ja, zeker. We doen het eigenlijk min of meer samen, dus vandaar, je weet er alles van. Dat is makkelijk vragen stellen ook natuurlijk. Ja, dat is echt lastig. En zeker als ze hier nog niet geweest zijn en geen ervaring hebben en verschillende leeftijden en verschillende motoren. Dus dat speelt natuurlijk allemaal mee, maar morgen weten we veel meer. En vandaag denk ik al dat ze een hoop onder de knie hebben gekregen. En morgen kunnen we het gewoon makkelijk inbrengen. Ik zal dat straks nog even een keer herhalen tijdens de debrief. Als we
aankomen op circuit wil ik, laat ik horen, loeien rond een uur half tien. Dus dat zal over 25 minuten zijn vanaf nu. We gaan nu even een kijkje nemen in het hart van de Speed Week. Mannen, dag 2, voorrijden. De groepen zijn ingedeeld. Lijnen rijden hebben we gisteren gedaan, let op de posities van de deelnemers vandaag. Sportief rijden, lijnen rijden, knieën aan de grond. Dus, aanremmen. Ja, je zit al met de ballen van je voeten, ja, op je voetsteunen. Op het moment dat je een rechtse bocht krijgt, kruip je als het ware met je kont. Ja, dus je zit niet vast op je zadel. Nogmaals, daar is wel een bepaalde behendigheid voor nodig, dus je moet je bovenbeenspieren gebruiken. Het is de eerste keer de Speedweek voor jou. Hoe heb je het tot nu toe ervaren? Ja, helemaal super. Ja? Ja, dat is echt lachen. Gewoon de begeleiding en hoe ze het uitleggen. En, ja. Had je verwacht dat het zo zou gaan? Ja, ja, je verwacht dat het niveau gewoon veel hoger is. Maar er rijden allerlei mensen hier mee. En ja, als je een beetje in de middenmoot een beetje mee kan draaien, dan is het gewoon leuk. Wie weet rij je straks in de topgroep. Op mijn leeftijd? Dat zou maar zo kunnen, toch? Vanmorgen talenten. Ja, wie weet. Ja, daar geloof ik niet in, maar ja, je weet het nooit. Je is vorig jaar er niet bij, nu wel weer de oudste deelnemer. Hoe voelt dat? Nou, ik denk dat onze dokter net een maand ouder is. Onze dokter van Aak, die is een maand ouder. Maar nee, maar goed, kijk, die ouder ben ik wel een keer. En ik heb een beetje last van mijn rug. En daarna laat ik deze sessie ook gaan. Ik zag iets aan weer opbouwen, maar de ritme zit er al aardig in weer. Ik heb er weer plezier in. En dat is belangrijk. Al jarenlang bij dit evenement en wat zijn jouw taken allemaal hier? Ja, we verzorgen dat de motoren netjes hier komen, netjes vaststaan. We proberen ze ook weer keurig uit te laden en voor deze organisatie de rommel weer opruimen, maken dat de jongens continu benzine hebben en kunnen rijden. Dus ja, that's all. Maar het is ook meer dan genoeg, vind je niet, voor zijn oude baas. En wat maakt de Speedweek zo bijzonder voor jou? Nou, het is uit voor Wilco en dat mannetje, het is zo fijn om voor te werken. Het is mijn eigen jong, maar het is ongelooflijk. Die is zo makkelijk en die doet het allemaal zo soepel. Het is gewoon heel plezierig om daarvoor klaar te staan. En hij is het voor mij ook altijd. Dus die samenwerking is vanaf zijn vierde jaar tot nu toe altijd subliem geweest. Super. Cor, jij gaat ook al jarenlang mee met dit mooie evenement. En wat doe jij hier zoal? Ja, we helpen eigenlijk overal waar het nodig is. We beginnen in Bodegraven al met het opkratten van de motoren. En ik rijd meestal op de vorktuk met het laden van de auto's. En als dat eenmaal achter de rug is, dan gaan we naar Spanje. En dan begint het daar weer opnieuw. Dan gaan we het uitladen. En dan gaan we verder. Dan benzine bestellen bij de pompstation hier een paar kilometer verderop. En dan gaan we onze eigen box inrichten, de pomp in de benzine kannen zetten. En ja, dan is het eigenlijk voor ons, je ziet het hier, we hebben een paar mooie stoelen. We geven benzine aan de rijders en dan gaan we er heerlijk bij het zonnetje zitten tussendoor. En dan op de dag van inladen, ja, dan is het weer even druk. Maar... En om met Wilco te werken is ook wel iets leuks, die laat een heleboel aan de mensen zelf over. Ook omdat we denk ik al zo lang met elkaar samenwerken, weet iedereen precies wat we aan elkaar hebben. Dus ja, blijft een evenement om dat moetje meemaken. Ja, het is kwestie van nieuwe banden, hoop ik. En dan heb ik weer het vertrouwen wat ik vanmorgen ook had. En vanmorgen heb ik nog een speer gereden, dus dat moet vanmiddag weer en beter kunnen met nieuwe bandjes. Dus... Want het vertrouwen was een beetje weg? Ja. Die lange doordraaien, die linker doordraaien, was ik echt een beetje aan het zoeken wat ik vanmorgen niet had. Ligt toch aan de band. Ligt niet aan mij. Natuurlijk niet. Begrijp je wel.
Nou ja, nieuw materiaal, nieuwe kansen. Ja, denk ik ook. Chef werkplaats te zijn hier? Nee, is hartstikke leuk. Echt super. Mooi weer, leuke klanten. Je zit hier met een mannetje van 115. Alle neuzen staan één kant op, dus helemaal super. En ook heel druk, of valt dat nog mee? Nou, vandaag loopt het wel beter door. Gisteren was het wat rustiger, zeg maar. En was meer hollen en stilstaan en nu ga je gewoon achter elkaar door. Tot een uurtje of 10 vanavond, denk ik. En iedereen gaat tevreden weg? Ja, absoluut. Kan het niet anders. Dag 2. Op zich goed verlopen denk ik, maar wind weer. Ja, Pet, het weer, daar zeg je wat. Ja, vandaag een beetje meer wind inderdaad, een beetje frisser. Dus wat dat gaat niet ideaal, maar ja, droge omstandigheden, een hoop rondjes gereden. En ik denk ook wel weer een hoop geleerd vandaag. Ja, dag 2 kun je inderdaad duidelijk merken dat mensen in ieder geval de nieuwelingen de baan beter kennen. Beter de lijnen rijden inderdaad. Morgen weer. Bom. Spierpijn morgen waarschijnlijk, een hoop mensen. Maar ja, goed, vanavond een massagetje en dan komt het helemaal goed. Ja, in het hotel hebben we een masseur, dus €25 voor een half uurtje en €45 voor een uur. Dit is waarschijnlijk zonder happy end. Ik heb ze gezien, dat wil je niet weten. Kennen van de baan is een essentieel onderdeel van deze cursus. Net als MotoGP-rijders altijd doen, voorafgaand aan een wedstrijd. De kans dat je dan inderdaad daar in de knuur komt en recht door de rimbak in moet sturen is levensgroot. Zeker als de snelheid hoger en hoger gaat. Komt die motor vanzelf een keer naar rechts om die binnenkant aan het einde te halen. Wat de meesten natuurlijk wel altijd voelen, en dat voel ik ook, het voelt heel, dat je heel veel druk aan die voorkant hebt. Je duwt maar op die voorkant. Michael, jouw carrière is eigenlijk een beetje begonnen bij de Speedweek. Ja, klopt. Na mijn eerste jaar dat ik race ben ik naar de Speedweek gegaan. En, ja, dat is alweer 8 jaar geleden en ja, toen kreeg ik les, de eerste 3 jaar. En, ja, nou, na zoveel jaar ben ik hier gewoon instructeur, dus ja, dat is wel heel apart. En ook de snelste instructeur, hoe is dat? Ja, dat is eigenlijk wel geinig. Ik zat eraan te denken en dan, ja, toen keek je eigenlijk tegen iedereen op, weet je wel, iemand de snelste. En ja, nou ben ik dat zelf. En ik vind het gewoon onwijs leuk om nou mensen te leren. En ja, het is eigenlijk dubbel zo leuk omdat ik hier altijd van al die mensen heb geleerd en dan nu hun wat uit mag leggen. Je bent nog niet zo oud. Heb je het gevoel dat ze je wel serieus nemen? Ja, zeker wel. Ja, ik snap ook wel, als ik niet zo oud ben, dat het wat moeilijk is. Maar ja, die mensen die vinden het gewoon onwijs leuk. En ja, ze komen hier om wat te leren. En ja, als je gewoon samen met ze rijdt en dan kunnen hun ook zien, ja, dan gaan ze ook echt wel luisteren naar je. En als je nou over de invloed van de Speedweek op je carrière moet spreken, wat is dat dan geweest? Ja, zeker wel een hele grote invloed. Ik heb zoveel kunnen rijden toen, zoveel kunnen leren. En, ja, helemaal als je jong bent, hoe meer je rijdt, hoe meer je leert. En ja, ik denk zeker dat het wel een grote invloed heeft gehad. Dus voor veel mensen zou de Speedweek wel een goede opstart zijn voor hun carrière? Ja, zeker. Gewoon veel rijden, goede begeleiding. Ja, het is gewoon veel rijden en leren. Ja, aldoende leert men. En dat is hier zeker een van de beste dingen. Komen, recht door te remmen en dan heb je beter overzicht voor die chicane. En dan inderdaad voor het laatste pionnetje
moet die al plat liggen, hè? Dus dan ga je niet insturen, want dan kom je daar terecht natuurlijk. Ja? Dus hier ligt die al plat, geen rem erop, insturen, maar ik vind dat dat eigenlijk met name in die B1-groep al gewoon heel erg goed gaat. Dus in ieder geval probeer je dan, en begrijp je ook, om hem weer terug te krijgen. En het, ik kan nog niet zeggen dat het echt veel sneller ging natuurlijk, maar je snapt dat wel, dat je, hey, ik heb straks die ruimte om omhoog te gaan. Een klein beetje om dezelfde snelheid aan te houden. En op het moment dat je hem doorlegt, ga je gelijk weer gas geven, omdat je dan gewoon één de snelheid aanhoudt. Ja? En hoe is de competitie met je vader hier? Ja, als je het aan hem vraagt, dan komt hij altijd met een verhaal van 3 jaar geleden volgens mij. Toen zei hij dat hij mee om zoek reed, maar hij vertelt er nooit mee dat ik toen voor het eerst op een 1000 reed. Dus ik denk dat we het vandaag nog een keer gaan proberen. En ja, als ik vanavond niet aan de bar zit, dan ben ik weer aan huis toe. Maar gauw, helaas ga je na 3 dagen Speedweek ons verlaten. Ik moet het verder alleen doen. Wat is je indruk als niet-motorrijdster? Een evenement dat vooral heel goed in elkaar zit. Goede organisatie met enthousiaste mannen die voorrijden. Dus die eigenlijk een soort van les geven. En het verbaast me dat de deelnemers zo enthousiast zijn over het rijden van zoveel rondjes op het circuit. Want ze krijgen echt veel sessies. En iedereen is enthousiast. Ja, heb je zo'n indruk op jou gemaakt dat je ooit zegt ik ga het zelf een keertje doen? Ja, laat ik eerst zelf maar eens een keer op een motor stappen. En misschien is dan de weg de eerste optie voor mij. Maar een keer een rondje zelf kunnen rijden op een circuit is misschien wel iets wat ik ooit nog een keer zou moeten doen. Ik denk dat ik er dan net even iets meer feeling mee krijg ook. En misschien dat ik dan zelf ook veel enthousiaster ben en dan besluit om echt een keer mee te gaan. Thank you.
jullie netjes allemaal een plekje hebben en opgesteld staan. Eén van ons die zal jullie allemaal netjes een plek geven straks op de starting grid. Dan brandt het licht nog niet, maar op het moment dat de meneer, dat ben ik dan, met de rode vlag wegloopt, dan gaat het lampje op rood. Speedweek 2013, dag 4 inmiddels. Perfect mooi weer. Wat waren de aandachtspunten voor vandaag, Wil? Ja, we hebben vandaag een start gedaan. Met name voor de KNV-licentie aanvragers zijn we dat verplicht. En ja, ik denk dat iedereen daar wel van genoten heeft. Brengt even wat extra jus aan het geheel. Ja. Het is natuurlijk spannend. Er wordt even toch wel een paar rondjes hard gereden. Hè. Iedereen zit dan toch een beetje in spanning en kan zich eigenlijk heel goed concentreren. Want dat merk je dan wel, dat iedereen even wat scherper is. Oké, hier en daar wordt natuurlijk wel te hard gepoetst om überhaupt tijden te rijden. In dat soort gevallen denk ik wel, doen we er verstandig aan. Maar ik denk dat het heel goed is afgelopen. En dat we natuurlijk weer een hoop kilometers hebben gereden. En prachtig mooi weer al. Ja, ik denk dat het zeker een succes was. Inderdaad, de adrenaline gaat even wat harder stromen. En ik denk dat dat ook voor de meesten wel een mooie ervaring is. Om dat een keer echt zo mee te maken, zo'n start. Ja, en voor de rest inderdaad een prachtige mooie dag. En op naar dag 5 zou ik zeggen. Laatste dagje, alweer. Ja, dat gaat snel. Maar we hebben veel kunnen rijden. We hebben heel veel meters gemaakt. En het weer is natuurlijk stabiel. S'morgens wat fris. En s'avonds koelt het sneller af. Maar die drie sessies in het midden van de dag zijn geweldig. En daarom zijn we hier. Hè, om deze omstandigheden te kunnen benutten. Dus morgen weer een dag. De laatste dag. Dus laten we hopen dat we iedereen netjes in het gereel kunnen houden. Maar toch ook wel kunnen motiveren om te blijven concentreren. En erop te blijven zitten. Gaan we doen. Ik denk dat we een mooie progressie hebben gemaakt. Inderdaad. Ik denk dat we dat zeker aan de rondetijden gaan zien. En mooi paar laatste sessies morgen. En dan is het 2013 alweer afgesloten. Generatie Zeelenberg die meegaat naar de Speedweek. Kan je het nog herinneren dat we jou aan het leren schakelen waren hier op het parkeerterrein? Ja, natuurlijk. Dat is al een tijd geleden. 8 jaar, toch? Ja, zoiets denk ik.
Ja, nou ja, het was een hele leuke tijd. Ja, 8 jaar geleden, toen zat ik nog op 125. Was het net schakelen. Ja, het was lachen. Kijk, het haas staat voor zijn ogen. Ja, kan omheen. Net lukt hij leuk met die pleuk. Elke keer. Bruun, kun jij even vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik reed hard. Nee, je stuurde niet meer. Nou moet je nog even een oude app in vertellen. Ah ja, shit. Ja, man. Ik reed een beetje te hard en toen ging ik naar het begin. Dat doe jij goed. Ja? Ja, en de motor heeft natuurlijk niks. Nee. En jij hebt alles. Nou, dan gaan we zo eens even kijken wat je allemaal weer gesloten hebt. Nee. Oh, dat valt alles mee weer niet. Dit poes ziet er toch wel af, of niet? Ja, natuurlijk met grof grip. Maar nou vind ik het wel fijn om dit hesje na 8 jaar eens een keertje te dragen. Ja, je bent er trots op, denk ik. Ja, ik doe ook. Ik heb de laatste 2 dagen niet meer afgedaan ook. Slaap je ermee? Ik slaap ermee, ik eet ermee, ik doe er alles mee. Ik heb mezelf even gewassen. Hij stonk een beetje. Ja, hoe vind je het om instructie te geven? Hartstikke lastig. Echt, het is echt. Ik dacht dat het echt makkelijk was, maar soms zijn er dingen die mannen gewoon niet snappen en die van jou natuurlijk komen. En dan moet je dat gaan uitleggen. En dat vind ik echt heel erg lastig. Maar ik vind het wel hartstikke leuk. Ik wil het gaan vaker gaan doen en volgend jaar ben ik er weer bij. Dat is ook lastig, maar het is toch een mooi leerproces, daar leer jij ook van. Ja, dat is zeker waar. Nou, ik heb lijnen gezien die ik dacht dat niet konden worden gereden. Dus dat is een leerproces voor mij ook. Dus ik vind het hartstikke leuk. En die mannen zijn gewoon hartstikke enthousiast. Als je ze wat vertelt, dan proberen ze het tegelijk op te pikken. En als ze dat doen en je ziet het, dat is gewoon geweldig. Dat vind ik heel leuk. Sven, in 2009 ben je gestopt met je actieve racecarrière. Nu voor de 4e keer mee met de Speedweek. Hoe vond je het? Top, net als andere jaren. Het is gewoon een perfecte leerschool voor mensen die willen beginnen met circuitrijden. Is dit gewoon ideaal. Lekker in de wintertijd. Lekker zonnetje erbij, mooi weer. Ook alle tijd van de dag. Dus perfect. Ja, geniet je er zelf ook nog van? Ik zag je vanmiddag rijden en volgens mij met een smile van oor tot oor. Ja, zeker geniet ik er ook van. Zeker de laatste dagen is het natuurlijk altijd mooi. Aan het begin moet je de mensen nog erg op weg helpen. De laatste 2 dagen rijden ze gewoon uit zichzelf al gewoon echt door, stevig door. En dan hoef je natuurlijk niet constant erbij te zijn. Laatste rondje Meet the Speed 2013 is aan de gang. Zonnetje erop. Ook werk te doen natuurlijk. Inkratten, trailers laden, transport, 3 dagen rijden. Uitladen, zaterdag ophalen. Nog een hoop werk te doen, maar dit is het laatste rondje. En dan is het vakantie. Ik ben Patrick van der Goorberg. We hebben net de 17e Meet & Speed achter de rug. Ik denk dat het een succes was en ik denk dat Wilco er net zo over denkt. Ja, inderdaad Patrick. We hebben natuurlijk al aardig wat interviews gedaan. En elke keer gaat goed en lekker weer. Maar ja, goed, het feit blijft dat het een gevaarlijk spelletje is. En respect, focus en plezier staat voor ons eigenlijk centraal. En ik denk dat we dat gezien hebben van de week. Iedereen heeft een hoop respect gehad voor elkaar. En gefocust, want er is niet veel gevallen. En we hebben echt wel een hoop plezier gehad, vind ik. Ik denk dat het alle drie helemaal waar is. Hans, op de baan alles perfect verlopen, denk ik. En ja, ik denk een geslaagde editie. Ja, het was, we hebben alles meegehad. Het weer en het ging allemaal goed. En ja, perfect. Gewoon ja, allemaal super verlopen. Nu, volgend jaar, 2014. Mag ik hopen dat dat ook allemaal weer goed gaat komen. Ja, inderdaad. De 18e Meet the Speed die staat geboekt. Dus november 2014 gaan we gewoon weer naar Circuito de Almeria. En ik denk dat we aardig wat klanten terug gaan krijgen. Maar nieuwe klanten is natuurlijk altijd prettig werken. Dat merken we elk jaar, dat daar gewoon zoveel plezier uitkomt. Hè. Voor de eerste keer je knieën aan de grond. Dat is toch wel wat. Hè? En dat is gewoon gaaf om te zien en om mee te maken.
Mike Voorwinden met 41 miljoen. Yeah. Yeah.